We zijn momenteel op bezoek bij Maarten Timmermans. En ja, veel mensen in S die kennen Maarten al. Maar er zijn ook mensen die denk ik Maarten nog niet kennen. Maarten, jij bent smid. Dat zeggen ze, ja. Dat zeggen ze. Kun jij ons iets vertellen van waarom jij dit beroep gekozen hebt? Hoe lang je er al mee bezig bent? Hoe lang je bijvoorbeeld hier al in S werkt? Ja. Ik ben als smid begonnen eigenlijk als hobby. Ja. Een beetje thuis een open haard, vuurtje met zijn nat en een schoorsteenkapje. En onze nat is jouw broer? Dat is mijn broer. Okay. Die is ook met deze project nou weer aan het werken. 30 jaar geleden hebben we samengewerkt en nu zijn we weer samen aan het werken. Dus ja. Dat is in principe hartstikke mooi. Ja. En dus je bent eigenlijk al heel erg lang bezig vanuit jouw beroep. Of vanuit jouw hobby jouw beroep te maken. Ja, ja, ja. En waar heb jij opleiding gevolgd? Ik ben op de LTS begonnen. Ja. Toen ben ik naar Van Baalst in Vught geweest. Ja. Dat was een klein smederijke. Ja. Toen naar Thijs van den Helm. Dat was een siersmid. Ja. Daar heb ik ook het een en het ander opgestoken. En op een gegeven moment ben ik zelf aan begonnen. De gang gegaan. En hoe lang ben je hier in deze ruimte al bezig? Hier ben ik nu 16 jaar bezig. En dagelijks? Dagelijks, hè? Dagelijks. Ja, ja. Kun jij de kijkers iets vertellen over de projecten die jij al in het verleden gemaakt hebt? Dat zijn vrij grote projecten. Dus waar bij een klein poortje en een kandelaartje en van alles bij. Maar op een gegeven moment zijn dat trappen geworden. Zijn het ziekenhuizen geworden, waar balustrades, scholen en trappen. En ja, dat is dus tot de kunstwerk uitgegroeid. Ja, ja. Maar je hebt dus in het verleden echt al veel ervaring opgedaan met het maken van grote projecten. Ja, ja. Want momenteel ben jij weer bezig met een heel groot project. Ja. En dit is daar volgens mij een onderdeel van. Daar is dit een onderdeeltje van. Kun jij vertellen, Maarten, hoe dit project tot stand is gekomen? Ja, ik was in Wageningen waar ik aan het werken. Daar had ik al een paar projecten die ik daar moest maken. Ja. En daar hadden ze deze is een melksplash staan. Ja, en was een melksplash? Ja, eigenlijk een pak melk werd geopentrekt en dan kreeg je zo'n spetter. Oké. Okay. Dit is meer een container die zij ook gemaakt hebben. En jij bent dus die melksplash, die ben jij aan het namaken. Dus dat wordt eigenlijk een groot kunstwerk. Ja, een groot kunstwerk. Klein melkpak in het groot. Ja, daar sta ik onder een balie. Ja. Daar begint het eigenlijk mee, in een cirkel. Ik kan het hier even laten zien. Ja. Daar is dadelijk de balie en die gaat dan omhoog. Ja. Dan slingert hij door de lucht, plus minus 13 meter omhoog. Dan gaat hij naar beneden, schiet hij bij de eerste verdieping, gaat hij naar binnen. Ja. En dan komt hij langs de trap weer naar beneden. En er zijn, zoals ik begrepen heb, al diverse onderdelen al vervoerd. En vandaag gaan we dus in ieder geval kijken naar weer een groot project waar afgevoerd wordt. Maarten, als jij het goed vindt, dan zullen wij in de toekomst jou een beetje klein beetje blijven volgen. Ja, om mooi te kijken hoe het hele project zich gaat ontwikkelen hoe het verloopt. Ja, dat is hartstikke mooi. Bedankt en wij zullen ons ook de kost geven. Graag gedaan. Dan kom ik een keer op de koffie en dan zie je er van eigen. Oké, dankjewel Maarten. Okay.
Zo heer, we zitten hier aan tafel met twee belangrijke mensen, want er gaat vandaag weer het een en ander gebeuren. Maarten, vertel, wat gaat er gebeuren vandaag? We gaan een proefstukje maken van de melksplash van Wageningen, Friesland Campina. Daar zijn we mee begonnen en nu moet ik een klein stukje in elkaar gezet worden, kijken of dat allemaal gaat daar. Ja, en als dat lukt, dan gaat al het spul naar de spuiterij. Ja. En dan gaan we half mei, denk ik ongeveer. Ja, klopt, week 20. Week 20 gaan we het spul in elkaar zetten. Oké. Ik zie hier een meneer zitten die ik nog niet ken. U bent? Ik ben Walter Konings. Ja, en wat is jouw functie in dit geheel? Ik ben werkvoorbereider vanuit de aannemer. Ja. Dus ik stuur het tekenwerk aan, ik stuur transport aan, ik stuur de planning aan. Eigenlijk stel de planning op, bewaak hem. Ja. En ik zorg dat alles op tijd in de bouw gemonteerd wordt. En hoe is de ervaring tot nog toe? Ben je tevreden over het verloop van alle dingen die al plaats hebben gevonden? Ja, we hebben Maarten niet voor niks uitgezocht, dus we weten wel wat we in huis gehaald hebben. En tot nog toe gaat het van een laaie dakje. Ja, dus, ja. En ik hoor dat het een werk uitgevoerd wordt in Wageningen. Hoe zijn jullie in Gods Christus naam op zo'n goede smid hier in Es gekomen? Ja, ik kom zelf ook uit Es, dus ik ken Maarten al vrij lang. Oké. Okay. Ik werk al ongeveer 18 jaar voor jullie. Dus, Maarten maakt nog wel eens ooit een klusje voor ons. Oké. Dus jullie waren eigenlijk al een klein beetje oude bekenden? Ja, ik maak voor ziekenhuizen en zo, die balustrades, trappen, dat doe ik eigenlijk al jaren voor hun. Ja. En zoals dit eigenlijk, had ik ook al meer werk daar. Ja, ja. En is dit ook tot stand gekomen. Dus, dus jullie waren eigenlijk al een klein beetje bekend met elkaar? Ja. Ja. Oké. En wat moet er nou nog gebeuren? We gaan nu even proberen om de montagevolgorde te bepalen. Kijken of dat allemaal ook wat we bedacht hebben, of dat het ook allemaal gaat werken. Ja. Als dat werkt, dan gaan we gewoon door op de voet die we nu, op de weg die we nu ingeslagen hebben. En dan zouden we in week 20 alles bij elkaar moeten komen. En moet er nog veel gemaakt worden van de opdracht die je gekregen hebt? We zijn ruim over de helft. Hè? We gaan de balie moeten we nog maken, dat is die onderste cirkel. Ja. En de trap moeten we nog gaan maken. En ik hoorde straks ook nog iets van een leuning die erin gemonteerd moet worden. Ja, is ook wel een specifiek werk, geloof ik, of niet? Ja, dat klopt. Dat gedeelte daar gaan we ook helemaal. We hebben eigenlijk bewust voor gekozen om dat helemaal in het werk te gaan maken. Ja. Want er zitten wel zoveel haken en ogen aan. Het is eigenlijk niet te doen hier in de werkplaats. Ja. En we hebben zoveel raakvlakken met andere onderdelen: een stalen trap, het stukje ruwbouw, wat beton, noem het allemaal maar op. Ja. En veel glas met erbij zitten. En veel glas inderdaad, ja. Dus daar hebben we echt gekozen om dat in het werk te gaan doen. Om zoveel mogelijk risico's te vermijden. Dus nog een hele klus voor de boeg, Maarten. Ja, een hele klus. Maar wel een mooie uitdaging. Dus, Hoeveel tijd denk je dat je kwijt bent aan het produceren van jouw kunstwerk? We hebben ongeveer een half jaar ingeschat, maar die tijd die is al een heel stuk ingekort. Okay, maar dus 1 juni moet je erin staan, dus daar gaan we gewoon voor. Maarten, doe jij alles alleen of heb je hulp bij het werk? Nee, ik heb hulp bij, ik huur mensen in. Ja. En onze Nat die is mee aan het werken, die hebben we al gezien hoofdschijnlijk. Ja. En dan Rick van Zvons, ZZP'er, die huur ik dan ook mee in. En komende tijd dan huren we meer mensen in en anders dan proberen we zoveel mogelijk mijn eigen. Nou heren, we zullen daar even buiten gaan kijken, want we hebben al een grote kraan zien staan. En we zijn natuurlijk ook wel heel erg benieuwd om te zien hoe dat werk buiten plaats gaat vinden. Mag ik jullie heel veel succes wensen bij de rest van het werk wat allemaal nog verricht moet worden. Ja, dankjewel. Komt helemaal goed. Oké, dankjewel. Ja.
love someday. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under?